Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Maar we zijn niet zo fit. Ah, godsamme, ik kan hier zo niet tegen. Wij zijn maar blij dat hij in een echt eindige glas zit. Goedemorgen iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie in de vlog van gisteren hebben kunnen zien, hebben wij een feestje gehad in het dorp. We zijn net wakker, ik heb even snel gedoucht en we gaan zo even ontbijt halen. Ik ben nog een beetje vaag, sorry daarvoor. Het is heerlijk weer, we hebben lekker uitzicht. Ik ga eens even kijken hoe het is bij die twee binnen. Daarna ging ik naar cola. Oh. Hey jongens, hey. Gaan we steady? Zo. Ja hoor. Ruben is nog nooit zo dronken geweest als gisteravond. Het was ongekend. Het was echt goud. Jij kwam ook binnen. Ja, ik moest me even vasthouden aan de muur. Zo, hij zat zo tegen de muur aan te leunen. Ja, dat val ik om. Jullie waren partyboekers. Wat dan? Jullie waren eerder weg. Ja, jij met je kutbuikpijn. Ja, ik ging toch slecht, jongen. Kleine flieker. Kleine fliekertje. Ik dacht echt dat ik maar een half uurtje later was als jullie. Maar dat is dus echt weg. Ja, was drieënhalf uur liggen. Ja. Maar het was wel heel gezellig. Ja, Gijs, die ben de baas. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. En wat gaan we nu doen, jongens? We gaan even lekker. Eten! Even opbijten! Bij. Ba-da-da-ba-ba. De Gouden Drietand. Nee. Ja. Gouden M. Gouden M. De restaurant de twee gouden boogjes. Wat wil je nog meer? Gewoon McDonald's. Echt heel veel. Nee, oh, ik ben nog veel te vaag voor dit. Ja. Hey, Roan. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Dag kind. Oh, ik stink ook echt heel erg uit mijn mond. Ja, nou, dan hou je mond maar totdat we er zijn. Wat is er aan de hand, jongen? Ik had besteld zonder augurk, maar er zat augurk op. Oh, nee. En nu? Ja, hij is helemaal weggegooid. Oh. Ja. Nou, jullie zitten lekker, wij staan lekker buiten te eten. Hey, Roan. Hey, Anouk. Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld. Ik hoef echt die camera niet meer wachten, hoor. Nou, ik moet daar staan. Ik zit ook echt al 10 minuten op dit ene stukje brood te kauwen. Kinders. Hij opent de vlog om 5 uur de avond. Nee, ik heb de vlog al geopend. Oh. Maar het is echt zo'n ongelofelijke rouwsbende. We zijn de hele dag eigenlijk al precies niks aan het doen. We hebben echt, ik denk, 400 video's van de sluipschutters gezien. Ja, dat is niet normaal. We hebben een soort van sluipschutters marathonnetje gedaan. Ja, dat is het nadeel aan brak zijn. Je doet echt helemaal niks op een dag. Ik zou ook echt van, ik moet eigenlijk nog even wat doen. Ik heb zin om wat te doen. Ook voor de vlog. Maar ja, wat ga je in godsnaam doen? 1 januari, iedereen is dood, iedereen is brak. Alles is dicht, want het is lockdown. We hebben wel Mackie gegeten. Ja, we hebben wel heerlijk Mackie gegeten. Maar dat werd ook in dank afgenomen door sommige mensen die zich niet zo 100% voelen. Ja. Ja, helemaal super. Maar goed. Ja, ook een ander al gezegd dat ik nog nooit zo lang ben geweest. Ja, dat was niet best. Voor de mensen die de vlog van gisteren niet hebben gezien, hier komen nog een paar stukjes. Nog 20 minuten, dan gaan we aftellen. Ja. Het moment. 3, 2, 1. Hey! Rupie! Beste mensen! Om dag te zeggen. Ruben gaat lekker naar huis. Die brengt Lotte ook weg. Die wordt opgehaald door de Papi Chulo. Hey, hallo. Oké. Ja, was hartstikke mooi. Dus even de spullen opruimen en dan hele loezoe. Zo, nou jongens en meiden. Ruben die is Lotte aan het wegbrengen naar... of die neemt hem mee naar Schagen, want haar vader komt haar ophalen in Schagen. En ik ga zo meteen ook naar Ruben toe. Want dan gaan we... Tot nu toe is de planning om even een avondje lekker te gamen met z'n tweeën. Even lekker biertje doen nog. Het is voor ons natuurlijk nog zaterdag. Moet je heel eerlijk bekennen dat ik oprecht vanmiddag dacht dat het dinsdag was. En ook sorry als deze vlog een beetje allemaal... is fucked up. Maar we zijn niet zo fit. Ja, voordat ik dat doe... Kijk, ik heb natuurlijk laatst van de week dat appje van Jens gehad. Dat hij positieve zelftest had en uiteindelijk een negatieve PCR-test gelukkig. Maar een aantal andere mensen van datzelfde feestje, die zijn wel positief getest. En ik ben natuurlijk gisteren op een groot feestje geweest. Dus toch voor de zekerheid, ondanks dat ik maar een dag verder ben, ik moet eigenlijk over 5 dagen sowieso nog een keer even checken. Ja, wil ik even voor de zekerheid kijken wat de zelftest zegt. Je weet het natuurlijk nooit.
Tot nu toe heb ik heel vaak gehad dat corona mij vermeden heeft. Vermeden heeft. Hoe zeg je dat in het correct Nederlands? Ik weet het niet. Op een of andere manier kreeg ik het voor elkaar dat corona mij nooit moest hebben. Maar goed. Nou, santé jongens, daar gaat ie. Andere neus gehad. 1, 2, 3, 4, 5. Godsamme, ik kan hier zo niet tegen. Oei, oei, oei. Ja, je wilt toch het zekere voor het onzekere nemen, jongens. Want, ik klink nu verkouden, maar dat komt echt omdat ik die staaf in mijn neus laat te douwen. Ik ga me verder niet uitlaten over persoonlijke meningen over maatregelen, vaccineren en corona en dat soort dingen. Maar ja, jullie kunnen wel een beetje aan de vlogs zien dat ik soms alles wel een beetje laat schieten. Daar ga ik verder ook geen uitspraken over doen. Maar probeer ik me wel zo vaak mogelijk te testen als ik twijfels heb. Dus nu heb ik dan twee relatief drukke feestjes gehad, waarvan één feestje dus ook mensen had met positieve uitslagen. Nou ja, dan wil ik me liever eerst gewoon testen voordat ik weer vol gas op pad ga naar mensen en dat soort dingen. Zoals ik net zei, het zekere voor het onzekere. Ik heb oprecht al 5 of 6 keer gehad dat ik met feestjes in contact ben gekomen met mensen die uiteindelijk corona hebben gehad en ik niet. Maar goed, zelfs corona wil me niet. Ik zou net zien hè, dat hij nu wel positief is, maar we gaan het zien. Zoals ik net ook al zei, moet ik eigenlijk van de week nog een keer even testen. Omdat nu test ik in principe een dag na een groot feestje. En dan zou ik eigenlijk 5 dagen na dat grote feestje moeten testen of zoiets. Het kan ook zelfs nog 2 weken later. Maar ik neem gewoon liever het zekere voor het onzekere. Dus ik doe het nu al. Ik ben lekker eigenwijs. Nou, deze begint in de tussentijd te lopen. Hij staat niet helemaal lekker scherp. Ja, jongens. Het is... op dagen zoals deze is het lastig als je dagelijks vlogger bent. Dat zeg ik heel eerlijk met jullie. Want ik wil eigenlijk de beste content voor jullie neerzetten. Maar ik ben ook een mens. En ik heb ook zo mijn feestjes. En op een gegeven moment ben je gewoon even een dagje op. En dat was vandaag echt zo'n nacht. Het is momenteel al 8 uur 's avonds. We hebben eigenlijk helemaal niks uitgevoerd vandaag. Op een Mackie ontbijt na. Daarna zijn we gewoon hier bij mij thuis. We gaan chillen. Zijn we heel veel filmpjes gaan kijken. Maar ja, wat kan ik zeggen. Ik kan sowieso wel melden dat 2022 echt een heel erg tof jaar gaat worden. Er staan heel veel dingen op de planning. Wat sowieso super dik gaat worden. Dus wil je er niks van missen, vergeet zeker niet te abonneren. En over abonneren gesproken. Ik moet iets treurigs met jullie melden. Ik ga deze check weghalen. Oh, huh? Wauw. Oh mijn god. Oké. Jullie weten, ik had dus hier boven de 5000 abonnees check bij 1 januari 2022. Dat hebben we niet gehaald, maar ik zie nu, volgens mij heeft Ruben dit gedaan. Of Alex. Alex is ook geweest van de week. Er staat nu 10 januari 2022 5000 subs. En 31 december 2022 100.000 subs. Nou, ik ben hartstikke benieuwd of we 1 van de 2 kunnen halen. Wie weet. Maar helaas de 1 januari 5000 abonnees hebben we niet gehaald. Het is wel heel hard gegaan en het is nog steeds groeiende, maar ja, de 5K is nog onderweg. Ik ben ervan overtuigd dat we die gaan halen, dus ben nog niet geabonneerd. Vergeet dan zeker weten niet te abonneren. Zo, nou jongens, ik zit in de auto. Ik heb mijn PlayStation achterin gegooid en wat slaapspulletjes, want ik blijf ook bij Ruben tukken. En de uitslag van mijn, nou dat snappen jullie inmiddels wel, kijk, ik heb mijn hero. De uitslag van mijn coronatest is gelukkig negatief, maar ja, toch voor de zekerheid. Zoals ik net al zei, je weet het natuurlijk maar nooit. Maar op een of andere manier moet corona mij gewoon niet hebben. Ik heb al heel vaak gehad dat ik met mensen in contact ben geweest en dat, ik heb gewoon tot zover nog steeds geen corona gehad. Hoe dat komt weet ik niet. Ik ben wel gevaccineerd, maar ook voordat ik gevaccineerd was, had ik een aantal keren dat ik dus met mensen in contact was geweest, maar ik kreeg gewoon telkens niet waar het aan ligt. God mag het weten. Nou, kijk, ons is even lekker zitten dan. We hebben even een gaming setupje gebouwd. Lekker chippie erbij. Een flesje erbij. Uit het kerstpakket van de mannen van BS Precision Welding. Maar daarna als een fles is, Ruben. Als hij helemaal open is, moet hij op ook. Dat redden wij. Dat redden wij. Oei, oei, oei. Ja, jongens, we zijn even lekker aan het gamen. Even lekker een mannen aan. Hey. Even lekker een mannenavondje met z'n tweeën. We gaan zo meteen ook keihard tongzoenen in bed. Wil je even een glas gaan halen? Oh. Dit wordt al, hè. Dit wordt al. Hoi. Hey, hoi. Kijk, kijk, kijk. Oh. Good save. Oh, dat scheelt al zo'n beetje, weet je dat? En zo'n beetje kan heel wat schelen. Oh, ik voel het al, hoor. Zal er in ons water? Ja. Oh, double fuck. Ik dacht na gisteren dat het niet meer kon, maar... Kijk. Zo, nou wat wil je nog meer? Lekker biertje, lekker borrelnootje, Call of Duty. Hey, hartstikke keurig. Helemaal brak, hoe wordt het altijd? Mag ik nog een zakje chips doelen? Hij schijnt aan te leggen. Oh, kijk hem gaan, hey, kijk hem.
Hij is helemaal blij dat hij in een echt Heineken glas zit. Als ik een top 3 zou hebben van meest inhoudloze vlogs, dan zat deze erin. Oei, jongens. Ja, wat moet ik zeggen? Het was gewoon, ik heb het net ook al uitgelegd, ik was super brak. We hebben een feestje gehad met z'n allen, we waren kapot. We hadden niet zoveel op de planning, dagen gaan snel voorbij. Ik hoop dat jullie, ondanks dat we eigenlijk niet op de planning hadden staan, even goed hebben kunnen genieten van ons lekkere brakke dagje. Dat is het, dat hoort bij het filmen van je dagelijks leven. Die dagen zitten er ook tussen. Van super blij zijn naar super verdrietig, van super boos naar brak, naar gezond, naar alles. Dus dit was er één van. En ik wil jullie even goed bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga hem lekker afsluiten. Ik moest de outro nog opnemen, want ik heb, zoals jullie hebben kunnen zien, een gameavondje bij Ruben gehad. Het was heel erg gezellig. Maar we zijn veel te laat gaan slapen. Daardoor heb ik geen outro meer opgenomen. Dus dat wil ik bij deze voor jullie doen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem even goed leuk? Vergeet niet dat duimpje omhoog te rammen en hier beneden te abonneren als je meer wil zien van mijn dagelijkse vlogs. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. Dat is tot morgen om 5 uur mijn gloednieuwe vlog. Later.